Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Peter Meijburg hebben over technische analyse. En ik wil dat laten zien. Even kort, ik ga dat eventjes kijken naar een grafiek samen met jou. En wij zien hier de grafiek van Nvidia. En als ik deze grafiek zie, dan weet ik het al. Ik heb twee lijntjes getrokken en ik zie al wat er aan de hand is. En dat is iets wat je kan leren. Die grafiek die zegt je iets. Die grafiek zegt iets over het verleden, dat is waar, maar het is altijd, want je kan niks over de toekomst voorspellen. Je kan er alleen een slag naar slaan, maar dan wel met een zekere kennis van, hé, maar in het verleden gebeurt het dan vaak dat. Het is nooit 100% zeker. Maar hier zie je iets gebeuren. En ja, dat is dan voor beleggers van belang, want andere beleggers zien dat ook. En dan kan je daar dus iets uit destilleren? Nou, dat gaat Peter Meijburg ons zo meteen eventjes laten zien. Want die heeft een cursus gemaakt. En die cursus, die biedt je nou precies wat je als belegger nodig hebt om te leren die grafiek te lezen. Het is echt ontzettend van belang dat je dat doet. Er zijn twee stromingen binnen beleggersgebied. Dat is fundamenteel belegger en een technisch belegger. Ik denk dat je het beide zou moeten zijn, maar die technische belegger die kan die timing wat beter neerzetten, denk ik dan. Peter, welkom. Ik ga jou even de hoofdrol geven. Welkom bij dit webinar. Ik vind het leuk dat je daar tijd voor hebt. Ik promoot jouw cursus al een tijdje, want ik denk dat die ongelooflijk degelijk en goed is, maar het is wel leuk als je daar toch nog eventjes weer iets over wil vertellen. Ik geef hem aan jou. Dankjewel, Tom. En ja, leuk om in jouw uitzending te mogen zijn, hè? Dat is altijd zo. Ik ga eventjes klikken op delen. En dan ga ik naar mijn grafiekje van hetzelfde Nvidia. En ja, het is heel apart, maar we hebben dezelfde lijntjes eigenlijk getrokken. Wat Tom al zei, het is een kwestie van heel veel kijken naar grafieken, veel oefenen. Het is niet iets wat je heel snel zomaar ja, in de vingers hebt. Maar als je bijvoorbeeld naar deze grafiek kijkt, ja, dan zie je zo'n van die aflopende toppen en die oplopende bodems. Ja, en dat is zo'n driehoeksgrafiek. En eigenlijk wil dat zeggen dat op een gegeven moment, als je die koers naar dat puntje ziet gaan, dan wordt de volatiliteit wat minder. En op een gegeven moment dan weet je gewoon, hè, want dit is de ervaring, dit soort dingen komen heel vaak voor, dan weet je gewoon dat die koers een keer gaat uitbreken. Je weet alleen niet, ja, wordt dat de onderkant of de bovenkant? Nou, je ziet hier dat die koers naar boven is uitgebroken. En wat altijd wel heel belangrijk is in die technische analyse, en dat benadruk ik ook altijd in mijn cursus, is dat je bevestiging wilt hebben. Want je ziet heel vaak, het is een trucje van de grote institutionele beleggers. Je wordt dan als retailbelegger ja, in een soort bulltrap gevangen, als het ware. De koers die wordt omhoog geduwd. Veel retailbeleggers stappen dan in en vervolgens gaat de koers omlaag. Dus je moet altijd wachten op bevestiging. Nou, als ik dit lijntje heel precies trek, dan zie je dat die koers gisteren is uitgebroken. En dat kleine dingetje wat je nu ziet, dat is de voorbeurs. Dus als je het op safe wil spelen, zou ik wachten tot die koers boven die koers van gisteren uitkomt. En dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan. We hebben natuurlijk nooit garanties, maar dat die koers nog verder omhoog gaat. En ja, dan ligt hier ongeveer hoe heet het? Die weerstand van eind juni. Dus ja, dit is wel een hele leuke setup. En dit is één manier om naar ja, grafieken te kijken. En in mijn cursus behandel ik heel veel onderwerpen. En dat zijn vooral dingen die praktisch toepasbaar zijn. Dus geen theorie. Ik bedoel, ja, je kan in elk boek opzoeken wat een head and shoulders, hoofd- en schouderpatroon is en dat soort zaken. Waar ik de nadruk op heb gelegd, dat zijn zaken die je meteen ja, toe kunt passen. Je kan ook nog een andere grafiek laten zien over die toepasbaarheid gesproken. Bijvoorbeeld McDonald's, de ticker is MCD. Als ik daar naar kijk, wat je hier ziet, die koers die is
behoorlijk hard gestegen. En ja, die zit nu wel in de buurt van een weerstandniveau. Maar wat je ook ziet, en nou kan ik niet eventjes kijken bij mijn lijntje komen. Kan ik dit? Oh ja, ik kan dit verplaatsen. Ik heb hieronder het MACD gepositioneerd. En wat je hier ziet, de MACD maakte een top en hier een lagere top. En in de koers zie je eigenlijk het tegenovergestelde. Je ziet hier een top en een hogere top. Dus ja, je ziet dus enorme stijging al. Nou, heel vaak na zo'n langdurige stijging komt er altijd een moment van correctie. Nou, vervolgens zie je dat dat MACD iets anders aangeeft dan die koers. Nou zit die koers nog wel boven dat MA20, maar je zou er rekening mee kunnen houden dat die koers, die hoeft niet te crashen vandaag of morgen, maar dat die een beetje een rustpauze gaat nemen. Dus misschien wat zijwaarts gaat bewegen of misschien nog wat gaat dalen. Maar ja, als ik het zo bekijk, dan denk ik dat die koers voorlopig niet naar de maan gaat. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook dingen ja, waar je op kan letten. Een andere, ik las er vanochtend ook nog iets over, is supermicrocomputer. Je ziet hier bijvoorbeeld, ik zal dit even weghalen. Je ziet hier dat MACD een hogere bodem maakt. En in die koers zie je het tegenovergestelde, een lagere bodem. Nou, vervolgens is die koers nog een beetje zijwaarts gegaan. Gisteren behoorlijk opgeveerd. En nu zie je, dit is dan voor beurs, dat hij nog tegen dat MA50 aan zit. Maar je ziet dat zo vanaf september dat er een soort ja, kracht eigenlijk wordt opgebouwd. Die koers die hoeft niet naar boven te knallen. Maar ik verwacht als ik dit zo zie, dat ongeveer hier wel zo'n beetje een steunniveau ligt. Ik denk niet dat die, of er moet iets heel raars in de wereld gebeuren, maar dat die, ja, dat die heel hard zal crashen. Dus ja, dit zijn allemaal dingen die ik behandel in mijn cursus. En ik wilde ook nog één dingetje laten zien. En dat gaat over Home Depot. En dat is een positie die heb ik dacht 2 dagen geleden ingenomen met mijn abonnees. Ik zal hem even op de weekgrafiek zetten. Dan zie je dus elk candletje is hier een week. En ik heb hier een lijn getrokken over die hoogste punten, hè. Dus vanaf 2022. En het is vaak verbazingwekkend. Ik kijk er zelf nog steeds vaak van op. Als je die lijn met die hoogste of laagste punten verbindt, hoe vaak een koers, tussen aanhalingstekens, gehoorzaamt aan dat lijntje. En in het begin vroeg ik me altijd af, hoe is dat nou mogelijk? Maar wat Tom net al aangaf, is natuurlijk zo dat terwijl wij nu zitten te praten, ja, zijn ze overal ter wereld ook nog aan het handelen. Er zijn honderdduizenden, misschien wel miljoenen beleggers of handelaar of speculanten die naar zo'nzelfde lijn kijken. En ja, kijk, als zo'n lijn in de buurt van zo'n grens aankomt, is het vaak zo dat die dan of een beetje zijwaarts gaat bewegen of gaat terugvallen. Nou, je ziet, ik zal hem er eventjes op de daggrafiek zetten, die koers. Ja, die is gewoon heel hard opgelopen. Ja, wat zag ik verder nog meer? Ik had iets. Ja, je zag dus die oplopende weerstand. Ik heb hier ook nog het RSI. Daar heb ik ook nog een apart tabje voor. Nou, je ziet hier dat RSI. Dat is ook in dat extreme gebied gekomen. Dus dat is ook weer zoiets. Dan heb ik ook nog in mijn cursus dat ik vaak eventjes aandacht besteedt en dan moet ik naar een ander tapje aan de Keltner Channels. Dat is ook altijd wel even interessant om daar naar te kijken. Kijk, je kunt kijken naar Keltner Channels, die zijn een beetje te vergelijken met Bollinger Bands. Het probleem een beetje met die Bollinger Bands is dat die voortdurend ja, wijder en smaller worden. Keltner Channels, dat zijn een soort, ja, je hebt ook wel eens envelope channels, maar dat is eigenlijk een soort volatiliteit, een standaard deviatie rondom de koers. Nou, en je ziet eigenlijk, ik heb hier drie van die niveaus. Dat grijze lijntje is eigenlijk het meest extreme. En die heb ik geel gekleurd. In mijn cursus geef ik ook aan hoe je dat doet in mijn grafiekenprogramma. Tenminste, het programma wat ik gebruik, TC2000.
Maar als die daar buiten komt, dan heb ik aangegeven, dan wil ik dat die kenneltjes geel worden. Nou is het niet zo, als zo'n koers in zo'n extreem gebied komt, dat je meteen op de knop kopen of verkopen moet klikken. Maar het geeft wel even aan van, hey jongens, oppassen, die koers is wel erg hard opgelopen. Dus dat soort dingen, RSI in het extreme gebied, Kellner channels in het extreme gebied. Nou, dan zie je dat die koers bijna tegen die weerstand zit. Plus het feit dat die koers al een hele tijd aan het stijgen is. En dat is een van de dingen ook die ik in mijn cursus aangeef. Dan hebben we het over confluence, wat ze in het Engels noemen. En dat betekent eigenlijk letterlijk samenvloeiing. Dat wil zeggen, hoe meer signalen de goede kant op wijzen, hoe groter de kans ook is dat er gebeurt wat jij denkt dat er gaat gebeuren. En vandaar dat ik hier op dit aandeel een bear call spread heb ingenomen. En die bear call spread, dat betekent eigenlijk dat ik hier een call optie heb geschreven boven de koers. En die lag ergens rond de 4,50, dacht ik. En daarboven heb ik die 4,55 gekocht. Nou, daar kreeg ik 65 dollar cent, oftewel 65 dollar voor per contract. Met andere woorden, en die loopt af in november trouwens, 15 november. Ik denk dat de kans klein is dat die koers op 15 november op 450 is beland. Het zou kunnen, maar de kans, denk ik, die spreekt in mijn voordeel. Dus waar het om gaat is met die technische analyse, Dat je eigenlijk wil dat de sterren allemaal goed opgelijnd staan. Dus nooit uitgaan van één signaal, maar gewoon kijken naar meerdere dingen en dan een beslissing nemen. Ik kan nog één dingetje laten zien. Ik had hier SMH, dat is een ETF, ETF van de halfgeleiders. Ik heb hier trouwens ook staan een bull put spread. Die heb ik ook ingenomen, die in november afloopt. Je ziet hier trouwens ook, ik zal die lijntjes even weghalen. Even kijken. All drawings. Oké. Waar we het net over hadden met Nvidia, zie je ook hier zo'n aflopende top. En hier weer een oplopende bodems. Ook weer zo'n beetje zo. Dus ja. Het zou heel goed kunnen dat die naar boven gaat uitbreken. De koers zit nog boven dat MA20. Maar even kijken wat je hier bijvoorbeeld zag. Ik had hier iets van divergentie. Kan ik eventjes niet zien. Maar bijvoorbeeld wat je ook ziet hier is zo'n vlagpatroon. Ik kan deze eventjes ombouwen. De koers is gestegen. Die is boven dit niveau in augustus uitgebroken. Vervolgens zie je dat die koers een kleine correctie maakt en breekt dan weer uit. Dus ja, het eerste weerstandje ligt zo rond de 2,56. Maar ik denk dat er nog wel wat ruimte naar boven is. Dus kijk ik een beetje naar die grafieken. Ik combineer allerlei zaken. Soms pak ik ook een Fibonacci-niveau erbij. Maar ja, je ziet allerlei dingen. Als je hier lang genoeg mee oefent, je ziet hier bijvoorbeeld een behoorlijke daling van de koers. Vervolgens zie je dat die koers weer oploopt. En die loopt dan op tot het MA50 is die, dacht ik. Ja, en als je dan ziet dat die koers dan toch weer naar beneden uitbreekt, dan wacht ik tot de bodem van dat candletje wordt gebroken, hier ongeveer. Ja, en dan kan je hier weer offshore gaan met aandelen, maar je kan hier bijvoorbeeld weer een aardige optiepositie opzetten. En dit kan je natuurlijk ook doen, wat ik ook altijd doe, is altijd eventjes kijken op de grotere termijn om bevestiging te krijgen, want bijvoorbeeld op de weekgrafiek, daar zien zaken vaak weer heel anders uit dan op de daggrafiek. Dus dat is altijd wat ik meeneem in mijn overwegingen. Want toen de koers even weghalen. Toen de koers een paar weken geleden ging dalen, ja, dan krijg ik allerlei mailtjes al van mensen die zeggen, oh, het is tijd om te verkopen. Maar ja, als je dan kijkt op de weekgrafiek, dan denk je vaak van, nou, het zou eigenlijk wel heel gezond zijn als er eens een keer een beetje een correctie komt. En is ook gebeurd. Dus wat dat betreft altijd goed om dingen te combineren. Nog één dingetje, Adobe.
heb ik ook een positie ingenomen. Ik dacht dat Adobe niet verder ging stijgen. Ik heb hier een bear call spread ingenomen. Ik zal dit even weghalen. Want ik zag dat die koers, en dat waren de earnings, knalde omlaag. Vervolgens krijg je een kleine zogenaamde relief rally. Maar ja, die stelde niet veel voor. En dan zie je dat die koers, die wordt hier gebroken, of dat lijntje wordt gebroken. En ik ben ongeveer hier, dat was 25 september denk ik, heb ik die positie opgezet. Nou, en je ziet, hij daalde verder. Gisteren ging er ook nog weer een heleboel van af. En ik zie dat hij nu voor beurs, nou, een fractie lager staat. Maar die koers die zat ook al onder dat MA50, onder het MA20. Kortom, ook weer dingen gecombineerd en dan je conclusie trekken. Tot slot, je krijgt, ik heb het vaker gezegd, geen garanties op de beurs, helaas. Maar als je hiermee aan de slag gaat en oefent en zaken combineert, dan krijg je toch wel een heel goed inzicht in hoe dingen denken en vooral hoe andere beleggers denken. Want ik zeg altijd maar zo, je moet niet denken van wat de koers gaat doen, maar eigenlijk meer denken van wat andere beleggers denken dat de koers gaat doen. Want het blijft toch een spelletje van massapsychologie, van angst en hebzucht. En als je dat spelletje doorhebt, dan kan dat heel leuk uitpakken. Ja, dankjewel Peter. Jij hebt de cursus gemaakt. Ik zal in de beschrijving van de video de link naar die cursus toe brengen. Jij hebt ook een betaalde service. Ook daar zal ik de link in de beschrijving van de video zetten. Dus als je dat wil weten, onder deze video staan die links daar naartoe. Peter, dankjewel voor jouw uitgebreide uitleg. We hebben direct een paar tips gekregen voor posities. Dat is er even gratis bijgekomen. Binnenkort misschien nog maar eens een keertje eentje oppakken. Dankjewel en tot de volgende keer. Oké, jij ook bedankt. Dag. Houdoe.